Goedemiddag, u kijkt naar het weerschaunaal van weerplaza.nl. Het lage drukgebied dat boven Centraal Europa ligt, ligt nog steeds boven zijn plek rond te tollen. En daarmee zit er nog steeds in een aanvoer van een oostelijke stroming. En daarmee komt warme en vooral vochtige lucht onze kant op. En die vochtige lucht die biedt vooral energie voor een aantal stevige regen- en onweersbuien. En die bevinden zich momenteel boven Duitsland. Want als ik alles in beweging zet, dan is ook te zien dat die dikke witte pluk boven Duitsland met die onweersbuien geleidelijk aan onze kant op komt. Die buien die zijn in ontwikkeling en daardoor zijn ze op dit moment nog slecht zichtbaar op de radar. Maar later vanavond krijgen we er toch wel degelijk mee te maken. Want als ik de actuele radarbeelden daarbij pak, dan is te zien dat er nog een aantal flinke buien boven het westen van het land zitten. Deze trekken dan geleidelijk aan de Noordzee op. En in het westen van het land wordt het dan uiteindelijk overal droog. Het blijft wel bewolkt. En zoals je ziet, dan ontstaan er boven het oosten van Nederland en met name boven het westen van Duitsland enkele fikse regen- en onweersbuien. De treksnelheid van die buien is niet heel erg hoog, waardoor lokaal opnieuw, net als gisteravond, veel water kan vallen. En de buien die trekken met name richting het zuiden tot zuidwesten van Nederland. En ongeveer een strook ten zuiden van de lijn Emmen-Breda, Den Bosch ongeveer, die krijgen te maken met die buien. Alles ten westen daarvan lijkt tot nu toe gewoon droog te blijven. Vanavond zien we dus nog vooral verspreid die buien, met name dus over het oosten en zuiden van het land. En daarbij temperaturen rond 20 graden. Het blijft dus nog lang zwoel. De noordenwind is vooral aan zee stevig, soms krachtig of zelfs eventjes hard van kracht, windkracht 7. In de komende nachten nemen dan de buien geleidelijk aan een aantal en intensiteit af. Het klaart op en op sommige plaatsen komt wat nevel of mist voor. En De temperatuur daalt dan niet verder naar waarde van zo'n 14 of 15 graden. Morgen verandert er dan eigenlijk heel weinig. De dag die start op uh, eigenlijk overal gewoon droog en zon en wolken die wisselen elkaar af. De temperatuur loopt dan in de loop van de middag op naar waarde tussen zo'n 20 tot lokaal 25 graden in het noordoosten van het land. En in de loop van de middag ontstaan daardoor ook weer snel wat regen en stevige onwisbuien, die opnieuw lokaal veel water kunnen achterlaten. En ook weer zowat hagel, en lokaal zijn er ook nog windstoten mogelijk, tot ongeveer 65 of 70 km per uur. Het zal morgen dus lang drukkend benauwd aanvoelen, met name in het oosten-noordoosten en -oosten van het land met daar de hoogste waarde. De komende dagen dan verandert er eigenlijk niet heel veel. Wel worden de buien minder intensief en ook minder talrijk. En beperken zich tot voornamelijk het zuiden van het land op zaterdag en zondag. Maandag is het op een enkel regenbuitje na nou op de meeste plaatsen toch wel droog. En in de middag aangename temperaturen zo tussen 23 en 25 graden. Het voelt daarmee ook een stuk minder benauwd aan dan de afgelopen dagen, want de lucht die wordt gelukkig ietsjes droger. De ontwikkeling en temperatuur die blijft de eerste komende dagen nog stabiel. Met waarde zo rond 25 graden overdag op sommige plaatsen in het binnenland. Vanaf halverwege komende weken dan doen we een klein stapje naar beneden. Met dan temperaturen alsnog boven 20 graden. Aangenaam warm dus, maar wel minder warm dan de afgelopen dagen. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.